Wat gebeurt er zodra jullie zo'n melding binnenkrijgen? Nou, als we een melding binnenkrijgen, dan proberen we in eerste instantie zo snel mogelijk alle gegevens van de passagiers van de bus in dit geval in kaart te krijgen. We proberen te achterhalen wat de situatie van die mensen is. Zitten ze nog in het hotel? Liggen ze in het ziekenhuis? Dus ja, al die gegevens proberen we in kaart te krijgen om te kijken wat voor soort hulpverlening we kunnen gaan bieden. Nou is net bevestigd dat er drie doden zijn, elk van een paar zwaar gewonden. Is het dan voor jullie meteen zaak om er een team op te zetten en die kant op te sturen? Dat overwegen we wel. In dit geval gaat ook een team die kant op met allerlei specialismen, zodat we de mensen daar ter plekke zo goed mogelijk kunnen helpen. Want hoe is dat team geformeerd? Dat zijn hulpverleners, daar zitten artsen in, daar zit een psycholoog bij, een uitvaartverzorger zelfs, omdat er ook mensen overleden zijn. Ja, dus we kijken altijd naar wat is er aan de hand en wat voor team sturen we uit. En het is gewoon zaak om ze snel mogelijk die kant op te krijgen? Ja, we willen zo snel mogelijk alles in beeld zien te hebben, omdat we dan pas de juiste hulpverlening kunnen bieden. Is het een getraind team dat gewoon weet wat ze moeten doen zodra ze daar komen? Hoe gaat dat? Ja, die mensen hebben enorm veel ervaring, want anders heeft het niet zoveel zin om daarheen te gaan. Dus de mensen die daarheen gaan, dat zijn geselecteerde mensen die heel veel ervaring hebben en die ook de juiste hulp kunnen bieden. Want wat voor hulp kunnen ze bieden? Nou, het gaat er vooral om dat je mensen gerust kunt stellen. Dat we langs de ziekenhuizen gaan om te kijken van wat voor verwonding hebben die mensen. Je kunt je voorstellen dat de mensen die in het ziekenhuis liggen, die willen eigenlijk maar één ding, dat snel naar Nederland terug. Nou, wij gaan dan ter plaatse bekijken en overleggen met de ziekenhuizen van kan dat überhaupt? En zo ja, wanneer kan dat? Het wordt dan vanuit hieruit gecoördineerd om bijvoorbeeld de repatriëring tot stand te brengen? Ja, als de collega's daar ter plekke in kaart hebben gebracht wie er terug kan en wanneer ze terug kunnen eventueel, dan gaan we hiervoor zorgen dat ze op reguliere vluchten worden teruggeboekt. Ja, hoe is dit voor jullie? Want het zijn natuurlijk geen dingen, ja, je bent erin getraind, maar je zit er niet echt op te wachten. Nou nee, je zit er niet op te wachten, maar het is wel, het zit in ons DNA om zeg maar te helpen. En dat is wat we dan onmiddellijk gaan doen ook. We krijgen zo'n melding binnen en dan dat begint ons bloed te stromen en dan gaan we aan de slag. Het is niet zo dat gewoon een soort geoliede machine gaat lopen? Ja, absoluut. Ja. We zitten meteen met een crisisteam bij elkaar, we zetten de lijnen uit. We weten precies wat we moeten doen. En we hebben natuurlijk ook nauw contact in dit geval met TUI, de tour operator, om af te stemmen ook daar te plaatsen. Wat doen we met elkaar? Wat spreken we af qua communicatie? Dat soort dingen. Dat wordt allemaal nauwgelet gecoördineerd. Ja, want dat is natuurlijk wel, je hebt dan de reisorganisatie inderdaad. En is zo dat jullie, want voor hun is natuurlijk ook heel heftig wat er gebeurt. Dat jullie ook voor hen een soort ondersteuning bieden? Ja, doen we absoluut. We hebben om het uur contact om met elkaar de zaken goed af te stemmen. En waar we kunnen, daar helpen we ze ook om de zaken daar te coördineren ook.